8 kinderen hebben van de burgemeester een heldenlintje ontvangen. Dit gebeurde woensdag in de raadzaal van het stadhuis in Nijmegen. Deze lintjes zijn voor jonge helden die zich belangeloos hebben ingezet voor hun omgeving. Kinderen die een bijzondere prestatie hebben geleverd of die op een of andere manier een voorbeeld zijn voor anderen. De uitreiking werd gepresenteerd door Jochem van Gelder. Nou, wij roepen altijd mensen op als gemeente om kinderen voor te dragen. En dan komen ze per mail of per brief binnen. Vaak via de school, soms ook via familie, via de buurt. Het kan op allerlei manieren. En dan zijn er altijd behoorlijk wat. En we kijken altijd even, nou, is dit bijzonder genoeg? En dan krijgen de kinderen een lintje. Daan is 10 jaar en heeft een pannenkoekenproject opgezet in Gambia. Mijn moeder die werkte al 6 jaar ongeveer. Vrijwilligerswerk. En ik dacht, dat wil ik ook een soort van doen. En ze vertelt altijd van die kinderen dat ze niet iets te eten hebben. Dus daarom zei ik, dan ga ik wel voor ze maken. Roemer, Fender en Moon hebben een zeer ingrijpend ongeluk meegemaakt. Met het kaasje die was er een steekvlam gekomen. En toen was Fender verbrand. De familieleden vinden ook dat de kinderen de lintjes verdienen. Ik heb het meegemaakt van begin af aan, hoe alle drie de kinderen inderdaad ook een hele harde, zware strijd hebben moeten leveren, maar hoe ze daar constant toch op een goede manier mee omgingen. Steeds weer opnieuw, ja, het is niet anders, we moeten door, we gaan door. En dat hebben ze goed gedaan. Lars is 9 jaar en heeft een eigen bedrijf opgericht, Visie van Kinderen. Nou, dat bedrijf, dat probeert kinderen mee te laten denken over zaken van volwassenen. En zo die zaken beter maken. En dat volwassenen tegelijkertijd beseffen dat kinderen nuttig zijn en goede ideeën hebben. Lars heeft er wel wat te zeggen tegen de kinderen die zelf ook iets willen doen. Ik zou zeggen gewoon doen en doorzetten. En het lukt echt vast wel.